rijden. Ik ben nu op weg naar mijn oma. Ik ga met haar naar het ziekenhuis. Er is nog niks ernstigs aan de hand. Het is alleen een check. Maar wij moeten daar om 9:30 zijn. En het is nu iets van 8:10. Waar mijn ochtend uit bestaat. Ik heb nog niet ontbeten. Ik heb wel mijn pilletjes ingenomen. Dus ik heb zometeen fucking honger. Dus ik heb een banaan in mijn tas en ontbijtkoek. Dus ik hoop dat ik even wat tijd kan krijgen om te eten. Want ik ben helemaal bij het onderzoek en zo. Gewoon voor support, of course. Dat is dus mijn ochtend. En ik ben best wel wakker. Ik heb goed geslapen. Dorien heeft niet zo goed geslapen. Dus ik ga zometeen bij mijn oma eventjes een logeerbed meenemen. Want ze ligt nu eventjes in mijn bed. Maar ik kan niet de hele week op de bank gaan slapen. Want dan kan ik vrijdag gewoon niet rijden. Dus ja, dat is even een small update. Ik zie jullie later weer. Oh my god. Torturekast. Hey. Ik zit weer op mijn bank. Ik ben thuis. Anders zit ik niet op mijn bank. Ik heb mijn oma afgezet. We hebben boodschappen gedaan. En ik heb mijn boodschappen net opgeruimd. En ik ga nu denk ik even wat afwas doen. Want dat moet echt gebeuren. En ik word er chaotisch van dat er nog afwas staat. Terwijl de rest gewoon netjes is. Dus dat ga ik nu even doen. Dorien is de bed aan het uitklappen. Oh nee! Je klapte. I made delicious comfort food. Het is zuurkool, stampot. Ik ben alleen de spekjes vergeten, dat wel, helaas. Oh, dat wist Dorien nog niet. Nee. Teleurstelling. Geen teleurstelling. Oh, geen curry. Kom ik nooit meer. En geen mosterd. Maar er zit wel roomboter doorheen, dus dat is wel fucking lekker. En ik heb, en we hebben 2,5 slaving. Ja. Ja, dus fucking luxe hier al. En ik heb in mijn vingers gesneden met een botmes. Fucking awesome. Oh, en we moeten nog iets uitkiezen wat we gaan kijken. Maar het gaat sowieso lekker worden. Niet het programma, maar dit. Zo, het nieuwe bed van Dorien staat. Het is helemaal goedgekeurd. Dus wij gaan nu lekker richting de bed. Richting the bed, wou ik zeggen. Ik zie er lekker brak uit. Ik ben ook echt super moe. Het is ondertussen 12:30. We hebben Idols gekeken. En nog iets. Wat was het nou? Reunited of zo. En ik heb nog echt 40 minuten of zo zitten bellen met mijn vriend boven. Wat ook heel gezellig was trouwens. Ik ben blij dat ik mijn bed al heb opgemaakt. Ik ga nu mijn gezicht wassen. Mijn tanden poetsen. En dan ga ik slapen. Haha, Dorien riep mij. En ondertussen heb ik gedoucht, lig ik in mijn bed. Heerlijk clean. Oh my god, het is nu bijna 1:00 of zo. En ik was de hele dag super moe. Maar nu ben ik een beetje wakker. Maar ik ga alsnog gewoon slapen. Ik ga denk ik even wat Dr. Sanoli kijken. Want ik zag gisteren dat ze weer een nieuwe lipoma operatie had. En die duurde echt 20 of 30 minuten of zo. Dus I'm gonna watch that. Want nu hoef ik niet per se morgen vroeg op te staan. Vandaag moest ik natuurlijk echt om 7:00 mijn freaking bed uit. Maximaal. Wat overigens verder allemaal goed is gegaan. Ja, ik heb verder eigenlijk niet zoveel te melden over vandaag. Morgen gaan we in ieder geval nog eventjes een keertje boodschapjes doen. Ik doe echt fucking veel boodschappen. Maar ik haal eigenlijk alleen maar weinig dingen. En dan heb ik net niet genoeg. En ik ben nog wat dingetjes vergeten te halen. En we gaan denk ik ook even langs een tweedehands winkel of zo. Maar wat we morgen gaan doen, dat zien we morgen wel weer. Ik ga jullie voor nu in ieder geval een hele fijne avond wensen. Een hele fijne nachtrust. En ik zie jullie heel graag morgen weer voor een onwetend nieuw avontuur. Slaap lekker!